de sportliefhebbers. We zeggen iets toe aan de zesde editie van onze Nienoopse Sportcrusher. Ik heb ze blij en dan ook om hier vanavond als voorzitter aan het stadsbestuur van de Stedelijke Sportraad hartelijk te mogen verwelkomen in deze prachtige inkomhal van het stadhuis. De hoofdprijs sportlaureaat van het jaar is... Ja, de sportlaureaat 2019 is geworden... Hergot Stief van de Atletiekclub Vita. Kom even het hier als je wil en neem misschien ondertussen al de trofee mee. Ik zou zeggen, hier staan we weer. Hoeveel van die borden staan er ondertussen al op je schouw? De vierde. Oké. Jouw palmares, als ik dat zo mag zeggen, van dit jaar neemt in elk geval de meeste plaatsen op mijn papier. Maar vertel misschien gewoon eens zelf wat voor jou de mooiste prestaties van het jaar geweest zijn. Eigenlijk is dat een prestatie die er niet op staat. Ik ben vierde geworden van het jaar op DK 400 hoor. En voor mij persoonlijk was dat, ik heb naar mijn tijd gekeken, ik heb daar mijn tijd daarna gedaan. Ik over 7 jaar gelopen heb dus. Maar natuurlijk de andere, je er veel meer impact, hè. Dus zilver op de 110 worden en op de 400 worden ook brons. Dat zijn inderdaad de podiumplaatsen. De vierde plaats is net niet het podium, vandaar dat het wellicht niet op het papier staat. We zaten allemaal, dus de eerste, we zaten allemaal in dezelfde seconde. Dus dat was echt een heel spannende wedstrijd. En op Belgisch 110 worden, ben ik gestrand op 30 tienden van een seconde van de eerste plaats. En je blijft maar doorgaan, hè? Je vierde exemplaar al. Hoe lang nog? Ik heb gezegd dat als ik Belgisch geluk heb van ooit eens Belgisch kampioen te worden, dat ik dan niet stoppen met lopen, dan ga ik nooit in kunnen doen. Toch door die competitie, want het is dag in dag uit mogen blijven. Met die jonge gasten hierheen. Ja, ik ging net zeggen, vertel misschien eens ook iets over die jonge gasten, want die hebben het ook allemaal geweldig gedaan natuurlijk. Vooral hier naast mij, Jody, die had vijfde op het Belgisch kampioenschap. Dus die moet dan competeren van de Borlezen, dat niveau allemaal. Dus dat is een heel ander niveau. Ik kom bij de masters in aanmerking. Dus ja, dat is een heel ander niveau, maar ik moet er al die trainen met die gasten mee. Dus ik doe evenveel als zij, dus ik doe dezelfde training als hun. Allee, we doen er allemaal evenveel voor, maar dat is een heel ander niveau. Dus je kunt dat eigenlijk niet op één lijn zetten, dat kun je niet. En dan Jori, gaat die oude, met alle respect natuurlijk, toch wel een prijs lopen zeker. Gaan de rollen ooit omgekeerd zijn, denk je? Goh ja, als ik het nog zo lang doe, misschien. Hè. Dat is het nog zien. Ja. Oké, okay, nee. Jullie hebben ook een mooie trofee gekregen en die is zeker even hard verdiend als die van Yves. Voilà, geef ze een geweldig applaus, want ze zijn allemaal verdiend. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.